De wet bedrijven en beroepen, die in februari van dit jaar in de Nationale Assemblee is aangenomen, treedt in november dit jaar in werking. De minister van Handel, Industrie en Toerisme, Ferdinand Welzijn, heeft daarom een ontmoeting gehad met de diverse actoren die erbij betrokken zijn. Dat meldt het Nationaal Informatie Instituut in een persbericht. Samen met de Vereniging van Winkeliers, ACMOS, Ravaxuur en de Consumentenkring is er onder andere gesproken over de nieuwe situatie vanaf november. Zodra de wet in werking treedt, heeft een winkelier namelijk geen vergunning meer nodig om te opereren. Het betekent ook dat er continu controle en ordening doorgevoerd zal worden. Verder is er ook gesproken over het aanleggen van industrieparken en de verhoging van de invoerrechten op geïmporteerde kip en kipdelen. Pluimveehouders hebben meteen gepleit voor goedkope kippenvoer. De minister hoopt dat met de nieuwe ontwikkelingen de Vereniging van Winkeliers niet aan prijsopdrijving zal doen. Indien dit het geval zal zijn, zal de Economische Controledienst, ECD, ingezet worden.